Mensen, dit is Freek Polak. Hallo allemaal. Na de Piratenpartij dacht ik, nu moet ik me er aan wagen. Ik vond wel dat hij bijzonder goed sprak. Je kon merken wat een echte politicus, wat die kan. En ik moet toch altijd nog wel een beetje nadenken en mijn woorden zoeken. Het drugsbeleid op het ogenblik, en dan heb ik niet al over cannabis, maar echt in brede zin, is onzinnig en belachelijk. Maar erger nog, het is schadelijk. En zo langzamerhand kan je het crimineel noemen. Waarom mag je het woord crimineel ervoor gebruiken, vind ik. Het brengt op grote schaal schade toe en het is onnodig. En men doet het met opzet. Die opzet is de moeilijkheid als je het crimineel beleid wil noemen. Want anders is het alleen maar laakbaar of verwijtbaar. Maar het is dus een vorm van criminele nalatigheid omdat men weigert over alternatief beleid na te denken. Terwijl dat het meest voor de hand liggende is. Wat je moet doen als het beleid niet goed werkt. Dat is heel gebruikelijk in ieder bedrijf of waar dan elke stichting in een politieke partij. Als het niet lukt, dan wordt er een groepje mensen aan het werk gezet om over alternatieven te denken. Dat is normaal, behalve in het drugsbeleid. Daar doet men dat niet en daar is wel een reden voor. Want als ze mensen met verstand ervan bij elkaar zetten en vragen hoe moeten we dit aanpakken, dan gaat het zeker de kant op die wij willen. En dan gaat het niet de kant op die nu de regering met opstelten zou willen. Dus ze vermijden dat debat, ze vermijden wetenschappelijke studie naar ander beleid, omdat duidelijk is dat daar legalisering uit zou komen. Dus een eis die wij ook moeten stellen aan een nieuwe regering. Maar ja, zijn wij in een positie om eisen te stellen? Dat moeten die partijen doen. De eis die gesteld moet worden aan een nieuwe regering is dat er een serieus onderzoek komt naar alternatief drugsbeleid. In de eerste plaats cannabisbeleid, maar het moet natuurlijk in brede zin over alternatief drugsbeleid worden nagedacht. Nou, een paar dingen even zeggen over dat recente onderzoek wat overal in de krant stond. Dat je dus jongeren dommer worden, of een aantal procent van hun IQ verliezen als ze onder hun 18e veel blowen. Kijk, het eerste wat je erover moet zeggen is, er zijn zulke soort onderzoeken zijn al eerder gedaan waaruit kwam dat die schade niet vastgesteld kon worden. Dat is natuurlijk al belangrijk om te zeggen. Het is wel vaker dat een onderzoek iets aantoont en dan blijkt later uit andere onderzoeken dat dat toch niet klopte. Een onderzoek is niet altijd goed gedaan en men heeft niet altijd voldoende gegevens. Er kunnen alle redenen zijn, dat hoef ik waarschijnlijk niet uit te leggen hier. Maar dit onderzoek lijkt op zich wel goed gedaan te zijn, maar de conclusies die er in de kranten aan verbonden worden, die staan niet in de conclusies van het onderzoek zelf. Daar staat het niet zo in. Er staat wel dat bij de groep die onder de 18 veel gebloot heeft, op hun 35ste wordt vastgesteld dat daar dan iets van 8 punten, en dus niet bij iedereen, maar bij een groep daarvan, minder intelligent zijn. Nou, dat is geen bewijs dat dat door cannabis komt. Het kan wel waar zijn dat ze dat vastgesteld hebben, maar cannabis is niet de enige mogelijke oorzaak daarvan. En dat zeggen die onderzoekers ook niet, maar dat maken de kranten daarvan, of de media, alsof dat vaststaat. Nou, dat is het eerste dus eigenlijk wat je moet zeggen daarover. Er is eerder onderzoek gedaan wat dit niet aantoont, dus je kan hoogstens zeggen, nou, daar moet meer onderzoek naar gedaan worden. Vervolgens, een belangrijk punt wat wij dan vergeten, want je wordt helemaal afgeleid hier dat je over die gezondheid gaat praten, maar het gaat toch eigenlijk over hoe moet het nou geregeld worden? Welk systeem van wetten hebben we hiervoor nodig? Is dat verbod nou goed of moet het anders? En het praten over die gezondheidsrisico's houdt in dat je het verward met, of nee, dat zeg ik verkeerd. Dat kan ertoe leiden dat je automatisch denkt dat dan een bepaald soort beleid ook het beste is. In ieder geval wordt door elkaar gehaald de vraag hoe schadelijk is cannabis en de vraag
Hoe regel je cannabis het beste? Dat wordt systematisch door elkaar gehaald. En het belangrijkste waar wij ons mee willen bezighouden is, hoe moet je het regelen? En hoe schadelijk het is, is heel belangrijk. Maar als het allemaal waar is wat er gezegd wordt, dan zou dat juist een reden moeten zijn om het goed te willen regelen. En niet om het te verbieden. Dat is een argument wat te weinig doordringt tot de media ook. Wij zeggen, wij, dus allerlei organisaties die hiermee bezig zijn en ook ikzelf, zeggen dat al een jaar of 20, dat nou juist de schadelijkheid van de drugs een reden moet zijn om het goed te willen regelen. En niet een